De toegang tot medicamenten zal worden verbeterd, zegt minister Omar Ramadien van Volksgezondheid. Vanmorgen tijdens een persmoment over de actualiteiten met betrekking tot de gezondheidszorg zei de bewindsman dat de uitdagingen op het gebied van het garanderen van geneesmiddelen groot zijn. Op basis van de ontwikkelingen heeft het BGVS op ons verzoek een businessplan voorbereid waarbij de medicamentenvoorziening, de vraag was aan de directie en de RVC, hoe kunnen wij via een modaliteit het medicamentenvraagstuk structureel oplossen? En hoe kunnen wij de medicamentenbevoorrading garanderen voor die samenleving? De minister geeft verder aan dat het businessplan van het bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname, BGVS, een overzicht geeft van middelen die besteld zullen worden over een periode van een jaar. Het reeds goedgekeurde project omvat een bedrag van 9 miljoen euro.